Een consumentenprogramma met Rob Kleijs en Irene ten Voorde. Nu bij TV Gelderland Plus. Openluchtmuseum. Buiten zingt een kerstkoor. Er zijn schaatsenrijders. Dit is de allerlaatste Hallo Gelderland On Tour van 2008. Ja, en we zijn in kerstsfeer en daar hoort natuurlijk een kerstboom bij. Nou, heeft u hem nog niet helemaal opgetuigd? Blijf dan zeker kijken, want wij hebben specialisten ingehuurd om u de allerlaatste tips te geven over het optuigen van die kerstboom. Ja, we gaan natuurlijk nog meer doen. Maar kijk eerst even naar Rob zijn jasje. Heeft u hem gezien? Openluchtjasje. Mooi, ja. Draai eens even om, draai eens even om. Allemaal prachtige, ja, oud-Hollandse taferelen. Helemaal in stijl. Ja, applaus. Mag hoor. We gaan straks ook nog cadeautjes uitdelen. Straks vullen we de kerstwens van een gezin uit Wenum-Wiesel die dat dik en dwars verdienen. En testen doen we natuurlijk ook. Buiten doen we dat in de koek- en zopie-tent die hier op de ijsbaan staat. En dan gaan we kijken welke oplos chocolademelk het lekkerst is. Ja, u heeft al even gehoord. Het koor Astounding uit Renkum. Dat gaat straks nog meer zingen in deze Hallo Gelderland. En we gaan natuurlijk ook fantastisch genieten van de winterse taferelen die we hier hebben in dit openluchtmuseum. Want kijkt u maar eens hoe dat eruit ziet in de winter. Wil jij een lekkere warme chocolademelk? Ja. Driving home for Christmas. Ja. Zo komt je sjaal nooit af, jongen. Volgens mij is het tijd om naar binnen te gaan. Mooie winterse taferelen zijn dat. Een kerstuitzending vraagt om een mooi gedekte tafel en natuurlijk een heerlijk kerstmaal. En vandaag is dat een heel bijzonder maal. Helemaal oud-Hollands met allerlei ingrediënten die hier in het Openluchtmuseum te vinden zijn. We zijn deze week op pad gegaan met de kok. Jij bent de vaste kok hier van het Openluchtmuseum. Ja, chef-kok. Chef-kok. Ja. Waar kook je dan? Hoofdzakelijk zeelboerderij en op alle locaties in het Dorpspark heen voor de zelfbediening hebben we ook mensen staan. Maar kan ik dan bijvoorbeeld op die kasteelboerderij gewoon binnenlopen en zeggen van ik wil lekker eten nu? Tijdens zelfbedieningsdagen wel. En verder wordt die gebruikt voor feesten en partijen. En heb je druk? Dan hebben we het heel druk, ja. En waarmee koken jullie? Want als je in het Openluchtmuseum kookt, dan komt er natuurlijk niks buitenlands op het bord. Nee, wij koken met Nederlandse producten. Sommige zelfs van het Openluchtmuseum. Ja, dat is het leuke. Nu de producten van het Openluchtmuseum zelf halen. En die worden ook hier gemaakt, hè? De stroopkokerij. De stroopkokerij, ja, kom maar binnen. Hier wordt de stroop gemaakt van het Openluchtmuseum. Dat is echt een eigen product, hè, van hier? Ja, dit is echt een eigen product. Ook een eigen recept, eigenlijk. Want iedere stroopkoker die bepaalt door de combinatie van de fruitsoorten en de hoeveelheden daarvan de smaak van de stroop.
En wat zit hier nou in dan? Ongeveer 70% peren en ongeveer 30% appel. Dat wil zeggen, geen enkele toevoeging. Geen suiker, helemaal niks. Geef maar eens een potje dan. Nou ja, dat moet toch de regelen zijn, denk ik. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight. Zo, dit is de brouwerij. Ja. Daar gaan we ons winterbiertje ophalen. Een winterbiertje? Een winterbiertje, ja. Die is wat voller van smaak. En dat zal in het gerecht terugkomen. En dat wordt hier gebrouwen? Wordt hier gebrouwen, ja. Wat brouwen jullie hier? We hebben nu het winterbier. Is dat het enige bier wat jullie brouwen? Ja, speciaal voor de windopening. De brouwerij bestaat nu 1 jaar. En we hebben gemeend om voor dat 1-jarig bestaan en speciaal voor onze winteropening een winterbier te brouwen. Kun je hier lekker mee koken? Hier kun je heel erg lekker mee koken. Dit is een zeer aromatisch bier. Daar zitten ook al wat kruiden in verwerkt. Onder andere sinaasappel, koriander en kaneel. Je moet goed proeven, maar dan proef je de toontjes wel. Ga ik een flesje pakken, brouwer? Goed zo. Een echte wilde nog. A beautiful sight, oh, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Dit is hem, dit is jouw keuken, hè, normaal? Het is op dit ogenblik heel erg druk, want hier doen we alle feesten en partijen voorbereiden. En ik denk niet dat we hier nog plaats hebben voor onze gestoofde varkensnek. Dus we moeten even een andere locatie zoeken. Een lekker rustige locatie. Heb je die ook? Ja, we hebben een hele mooie boerderij met varkens. Dit ziet er beter uit, jongens. Zo. Is dit een werkend fornuis? Dit is een werkend fornuis op kolen. En een werkende vrouw? Ook, die gaat... Ja, zeker. Wat ga je hierop maken? Ik gestoofde varkensnek met winterbier en stroop. En hete bliksem. Ik zou zeggen, hier is de stroop. Hier is het bier. Mevrouw gaat aan de aardappelen. En ik wens jullie heel veel plezier. Komt helemaal goed. Inmiddels is Harald druk bezig daar in de keuken om samen met zijn vrouw voor vandaag lekker te koken voor ons. Alles onder controle, Harald. Ziet het er goed uit? Als we het hier zien, dan denk ik van dat komt allemaal goed. Het wordt een heerlijke tafel, denk ik, die we gaan gepresenteerd krijgen. Gestoven varkensnek. Ik ben nu al heel erg benieuwd. We gaan eens naar buiten toe, want daar wordt nog meer geproefd. We zijn helemaal in sfeer met onze test van vandaag. Het weer is guur en saai, dus we testen binnen iets warms en iets gezelligs. En dat is chocomel. Dat doen we niet tenminste. Hans Hulshoff uit Eibergen, welkom. Hier aan tafel. We zitten hier lekker bij de ijsbaan. Ja, dat is helemaal goed. Jij maakte dit jaar de allerlekkerste bonbon. Die heb je ook meegenomen, hè? Ja, welke was dat? De flauwepauwe, dat bloemetje erop. Deze, ja, de donkere. Mag ik even? Ja, ik ga zo proeven trouwens. Ja. En dit is er eentje die vorig jaar werd gemaakt. Ben ik derde mee geworden. Maar derde mee. Dus jij bent echt een chocoladekenner. Ja, vind ik wel. En dan zie je dit. En dan denk je... Ja, even wennen. Bij sommigen moet water, bij sommigen moet melk. Wat verwacht jij daarvan? Ik drink het zelf eerlijk gezegd nooit, dus ik ben heel benieuwd. Dit niet of chocolademelk? Chocolademelk niet op deze manier. Nee, nee. Als ik chocolademelk drink, dan is het meestal van een stukje chocola wat ik zelf maak. Dan liefst honing gebruiken, dan zoetstof. Dan, maar dit is natuurlijk lekker de snelle manier. Nou, we gaan vandaag kijken. Nou, de verschillen zijn al heel groot, als je ze zo ziet. Kijken welke de allerlekkerste is. En dat ga je niet alleen doen, maar we hebben ook wat mensen binnen nodig. Rob? Nou ja, die moeten dan wel naar buiten, dus ik wil wat vingers zien. Wie willen hier gaan? U? Heeft u jas bij de hand? Niet nodig? Van de oude stempel, hè? Gewoon lekkere longontsteking pakken. U? Heeft u jas bij? Ook niet nodig? Nou, en daarachter zie ik iemand, die heeft al een jas aan. Nou, u mag ook naar buiten. Ga lekker proeven voor ons en zoek ze uit, die zes lekkere chocolademelk. En zet ze op volgorde. Gaan wij hier eens kijken, want... De kerstboom neemt een flinke positie in deze uitzending. We hebben specialisten ingehuurd om u wat laatste tips te geven. Een daarvan is Romeo Sommers. Mensen die van tuinprogramma's houden, die kennen hem. Hij is de trendwatcher van Intratuin. Als Romeo zegt van ik wil vogeltjes op potten... dan komen er vogeltjes op potten en dikke kans dat we die dan kopen. Een boom. Ja. Een kerstboom. Ja.
Wat zijn de trends? Eigenlijk zijn er drie grote stromingen. Je ziet heel duidelijk dat er weer een stukje nostalgie komt. Zilver met wit en sneeuw. En daar een rood accent. Een beetje Scandinavisch. Aan de andere kant zie je een beetje een landelijk romantische stijl. Met heel veel natuurlijke materialen. En daarin ook wel weer dat sneeuw wat terugkomt. En dan een beetje de glamourboom. Dat is een beetje de tegenhanger van de kredietcrisis. We zijn allemaal een beetje bang gemaakt. En wat je nu ziet is dat we een hele rijke volle boom gaan maken. Toch? Dus als je heel... Ja, toch... Ga jij met de kerst met een kale lege boom zitten? Ik heb al jarenlang dezelfde ballen. En daar doe ik het gewoon mee. Ik heb zo'n doosje, weet je wel. Nou, die komen dan weer. Ja, maar zo doe ik het. Nee, maar dat klopt. Maar je gaat niet bij een kale boom zitten. Nee, dus nee. Uiteindelijk ga je wel een boom neerzetten. En als het wat minder goed gaat, wil je laten zien dat het met jou nog steeds goed gaat. Ja. Er zijn mensen die denken nu iets heel anders. Maar... Romeo, ik wil dat je toch je best doet. Wat ga je voor ons maken? Nou, ik wou eigenlijk alle trends laten zien, maar ik heb er te veel om het hier te laten zien. Dat kan ik veel beter bij ons gewoon in de zaak laten zien. Wat ik hier wil laten zien is eigenlijk een stuk inspiratie op waar we zijn. Het Openluchtmuseum, nostalgie. We hebben een trend met kerstdorpjes. En ik dacht, als ik die nou ga combineren, de kerstboom met de kerstdorpjes... Dat ga je dadelijk zien. Ik ga jou heel veel succes wensen. Ik ga naar jouw buurvrouwen. Dat zijn Frida en Margot van Frida Maria. Ja. Jullie zijn een designbureau. Ja. Design en kerstboom, is dat te rijmen? Ja, ik denk het wel, je ziet het. Nou, ik wil niet lullig doen, maar... Hoezo? Hebben jullie een Peter Speuls al aan de slag gezet en dit zo laten knippen? Of? Nee, ja, wij... dat ga je lullig doen. Ja, best wel. Nee, wij houden wel van minimalisme en van een lege boom. Ja? Wel. Wat is jullie filosofie? Nou, zo zwaar zijn we ook niet bezig. Nou, gewoon een beetje makkelijk, iets makkelijk te maken. Het hoeft niet te duur te kosten. Vooral met die kredietcrisis hebben wij juist zoiets van... Ja, ja. Ja, sorry, maar... Romeo zegt van... Hij wil, ja. Toep aan de kredietcrisis, we gaan die boom lekker opdragen. Nee, wij denken van, kom op... Wij gaan gewoon goedkope dingetjes. Gewoon karton, wat je nog hebt liggen. Wat gipsspul. Ja, karton gaan voor je kerstpakket. En dan zijn we voor 10 euro klaar. Voor 10 euro maken wij een kerstboom. Jullie doen meer, hè? Want jullie hebben een boek gemaakt. Vive la Fête heet dat. Ja. Dat is een boek wat zeg maar, op alle feesten en partijen te gebruiken is als zeg maar, aankleding. Wat staat hierin? Wat doen jullie nog meer? Nou, we hebben de standaard feest eigenlijk genomen. En die hebben we op onze manier aangekleed. En dat betekent dat ik bij jullie aparte servetjes kan krijgen, apart bestek kan krijgen? Nou, niks krijgen. Alles ga je zelf maken. Zelf maken? Ja, alles is zelf maken. Alles zelf maken. En jullie laten En dan heel makkelijk, want jij zei net inderdaad, begon je over de kleuterschool. Maar dat is op principe wel een beetje waar. Want iedereen heeft op de kleuterschool leren knutselen. En daarna vergeten heel veel mensen dat. En met die technieken zetten wij gewoon hele mooie ontwerpen neer. Naïeve kunst, maar dan op tafel. Precies. Nou, die gaan wij onthouden. Die gaan we onthouden. Ja. Wij gaan hem zien vanavond. Jullie gaan aan de slag om ons maar eens wat leuker op tafel te laten uitkomen. Okay. Veel succes. Komen straks jullie terug. Dank je wel. Ja, de gedekte tafel. En wat ziet het er al ontzettend mooi uit. En Gerard de Haan, die is heel erg druk bezig met het dekken van deze feestelijke kerstdish. En Gerard is iemand die vindt dat tafeldekken niet zomaar tafeldekken is, maar ook echt een kunst, hè? Dat klopt, ja. Ik hou van een klassieke manier van tafeldekken. Dus als basis een mooi klassiek damast in wit of crème kleur. Waarbij je dan natuurlijk kijkt dat je een wit servies op een wit damast zet... en geen crème kleur op een wit damast, dat wordt goor. Mooi porselein, mooi fonkelend kristal. En genoeg bestek bijvoorbeeld, zodat je voor elke maal niet tussendoor je mes hoeft af te likken... maar precies, gewoon een nieuw mes hebt. En kijken dat het allemaal een beetje bij elkaar past. Ja. Ik ben nu bezig met een Art Deco servies, Art Deco bestek, Art Deco glazen... En dan is het ook de bedoeling dat je een beetje kijkt dat het allemaal er wat netjes uitziet. Ja, het is een lust voor het oog. Wij doen het in Nederland denk ik niet zo goed. Hè? Ik bedoel, we gooien wat borden op tafel, mensen voor het klaar. Het is een hele tijd minder geweest, maar je merkt dat het weer wat terugkomt. Zoals met messenleggers, die zijn niet aan te slepen. Oké. En mensen willen toch weer graag mooie wijnkaraffen op tafel. En ik ben geplunderd in de serviezen voor de kerst. Ja, want even voor alle duidelijkheid, u heeft een serviezenwinkel ook in Zutphen. En vandaar klopt, dat u hier de tafel aan het aankleden bent. Gaat u nog eventjes mee door. Ja. Dan ga ik verder praten met, want die zit hier ook aan tafel, Lisette Kruijf. U weet alles van traditioneel eten. Mm-hmm.
Aten we vroeger anders met kerst? Ja, absoluut. Ik denk dat we nu Flappy het familiekonijn niet meer op tafel zouden zetten. Terwijl dat vroeger toch beslist gebeurde. Ja, ja. Dat doen we nu niet meer. Ik denk ook dat we zelf veel minder bakken dan voorheen. Ik heb in een oud kookboek een recept gevonden voor een kerstpudding. Dat gaat met oud brood. Dat gaat met tarwebloem en rozijnen en suiker en krenten en sucade. Eetwaars niet meer sucade. Nee, nee. En dan gaat er ook nog ruim een ons niervet doorheen. Niervet, niervet. Lekker! Dat doen wij niet meer. Dat doen maar, niet alleen dat wat we eten is natuurlijk anders dan vroeger, maar ook hoe we eten. Hè? Ja. Ja, we zijn veel meer gezellig gaan eten. Grote braspartijen met de hele familie, met vrienden. Er wordt ook wel veel aan tafel geraclette of gegourmet. En dat was vroeger natuurlijk helemaal niet het geval. Nee, ik heb begrepen dat er ooit een tijd was dat we met kerst 33 gangen moesten wegwerken. Ja, maar je hoefde niet van alles te eten. Maar 33 is wel heel veel. Ja, 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 ja. Ja, onze pensen zijn dan weliswaar dik tegenwoordig, maar niet meer van die 33 gangen of van snacken tussendoor. Ik denk dat als mensen zouden gaan turven hoeveel hapjes ze per dag eten, dat ze die 33 vast wel halen. Ja. Komt de oude traditie ook weer terug? Ja, bijvoorbeeld. Ik heb iets meegenomen. Bakwerk. Er werd vroeger veel oliebollen, anijs, wafels, er werd van alles gebakken. En er is één ding, en dat komt beslist weer terug. We halen hem er even uit. Ja. Dit is een oud-Hollandse duivenkater. Hier heette die deuvenkater. In Groningen heette die dievenkater. Het is, ruik eens even aan het brood. Ja. Zoetbrood. Het is zoetbrood. Het is een brood wat we al tenminste 400 jaar eten. En je ziet steeds meer bakkers die het weer wel leuk, hè, dat die traditie weer terugkomt. Wat staat er eerste kerstdag bij jou op het menu? Ik heb nog geen idee. Oh. Nee, ik laat me inspireren. Dat moet wel inmiddels, hoor. Moet dat? Ja, geloof het wel. Want is alles uitverkocht. Nee. Dankjewel. We gaan straks hier heerlijk eten. Prima. Van dit prachtige servies ook, met prachtige bestek. Prima. Mag ik mensen vragen? Hier buiten zijn wij heerlijk aan het prutsen eigenlijk met de chocolade. Want het is even gedoe, hè? Het is water, melk, wat moet er nou bij? Wat vertrouw je meer? Als je er water bij moet doen? Ja, toch wel. Melk, ja. Gabriel, jij bent een liefhebber van chocolademelk? Ja. Ja? Waar komt dat vandaan? Gewoon, het is gewoon lekker. Het is wel een vrouwendingetje, hè, Sandra? Chocola. Ik zeker weten. Ja, het is gewoon lekker. Hoe komt dat? Gewoon de slagroom is lekker, alles. Willem, jij bent ook een chocoladeliefhebber? Ja, helemaal. Ook liefst met slagroom. Met slagroom. En een extra klontje suiker erin. Ja, echt zo'n zoete kou? Ja. Drink je het veel? Ja, vrij veel. Ja? Ja. Waar ga je op letten hier zo? Op de smaak. Dat is goed. De smaak. Maar hoe moet het in je mond voelen? Echt een chocoladesmaak. Dus dat je een beetje vol gevoel hebt ook? Ja, ja. Dus liever vol en wat rijker aan calorieën dan, dan mager, zal ik maar zeggen, let op de lijn. Nou ja. Ja, ik hoor het alweer. De heren gaan lekker voor de volle smaak. En de vrouwen zullen toch een beetje een andere afweging maken. Wij gaan ze hier lekker de tijd geven om met water en melk oplos chocolademelk te maken. Ondertussen gaan wij luisteren naar A Sounding met die heerlijke kerstklanken. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Op onze oproep Wie heeft er een mooie kerstwens? Kwamen heel veel verhalen binnen. Waaronder een verhaal uit Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. En dat verhaal kwam van Jolie van Essen. En het verhaal gaat over haar buren. We zijn in Wenum-Wiesel, vlakbij Apeldoorn. En daar, in het huis verderop, woont de familie van Stijn. En die krijgen straks een gigantische verrassing. Ze weten nu nog helemaal van niks. Ze hebben een heleboel ellende meegemaakt dit jaar. En de buurvrouw, die hier woont, die wilde ze graag in het zonnetje zetten. Maybe it's up with the stars. Nou Jolie, daar zitten we dan, voor de familie van Stijn. Vertel eens, wat is er gebeurd met hen? Nou, ze hebben een heel leuk dagje uit gepland. En op de terugweg hebben ze een heel vervelend ongeluk gehad. Met desastreuze gevolgen.
De politie heeft een 44-jarige man uit Malden aangehouden voor poging tot doodslag op de A50 bij Ravenstein gistermiddag. Volgens de politie sneed de man het busje van een gezin uit Welen-Wiesel af. De bus sloeg over de kop. De vader en een 12-jarige gehandicapte dochter raakten zwaar gewond. Maybe it's not very far. Wat is het voor gezin? Een heel breed denkend, gezellig, warm gezin. Ja. En waarom doe je nou dit? Waarom doe ik nou dit? Omdat ik hun dat erg gun. Een kleine opsteker gewoon voor naar alle ellende. Is dit een buurtje waar iedereen elkaar kent? Ja. Ja? En waar iedereen ook een beetje voor elkaar zorgt? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat is dit nou weer? Hallo. Hi. Nou, dit is je buurvrouw, die ken je natuurlijk. Nou, willen jullie niet even binnenkomen dan? Iedereen met zijn voordeel voelt even in Gelderland. Vind ik het Hallo. Dit is echt een overval, hè? Ik heb een mailtje gestuurd naar Omroep Gelderland. Om jullie een hart onder de riem te steken. En waarom vind jij dat ze het verdienen? Nou, omdat het gewoon heel erg warme mensen zijn. Nou. Buurvrouw, bedankt. Wat vinden jullie ervan? Ja, dat vind ik heel heftig, want ik had het niet verwacht. Nee? Vind je het leuk? Ja, ik vind het wel heel leuk. En je hebt natuurlijk het nodige achter de rug gehad. Hoe is het inmiddels? Ja, nou wat beter. Met Robert. Ja, nou. Hij moet nu nog herstellen, zeg maar. Naar de... Hij kan natuurlijk nog niet alles. Hoe vaak denken jullie nog aan het ongeluk? Ja, wisselend. Ja. Het is het gevolg ervan. Dus ja, dat is natuurlijk regelmatig komt dat naar voren. Ja. 10 keer per dag, 15 keer per dag, zoiets. Ja. Jullie waren op de terugweg van een dagje uit met het gezin. Ja. Toen het gebeurde. Ja. Nou, dus, het dagje uit heeft wel een nare herinnering gekregen. En we willen eigenlijk toch dat de herinnering aan een dagje uit met het gezin weer leuk wordt. En dus geven we jullie niet één dagje uit, maar een heleboel dagjes uit. Ja. Daar komt ze hoor. Allemaal Jolie's idee hoor. Jullie gaan. Ik weet niet of de hond mee mag. In ieder geval 2 nachtdagen en een nacht naar Wonderland Kalkar. Jullie gaan een dagje naar de dierentuin. Naar Burgers toe. Naar Movie Park, ook in Duitsland. En daar is dit de waardebon voor. Ja, met het symbool. We hebben een waardebon van de sauna hier in Apeldoorn. Sauna Bodycare hier in Apeldoorn. Daar mogen je met z'n tweeën naartoe. Zal ik die aan jou geven? Ja, is goed. Tegen de tijd dat weer mag. De apenhul, mag je met z'n zessen naartoe. Lekker aapjes kijken. En als klap op de vuurpijl, met z'n allen, mogen jullie 2 dagen en een nacht naar de Winter Efteling. Oh, dat is heel erg leuk. Ja. Dat is leuk. Dat allemaal om een beetje die ellende uit te wissen van het dagje uit dat jullie hebben gehad. Die geef ik aan jou. Ja, hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben. Ja, het zal vast. Dankjewel jullie. Geen Een beetje voorzichtig met die bril. Ja, hij is net nieuw. Ja, nee, dat vind ik echt heel tof. Dankjewel. Ik had niet gedacht. Nee, echt niet. Ik moet je nou weer met zo'n stomme ploeg? Hij zei echt stomme ploeg, we komen leuke dingen brengen. Nee, nee, dat snap ik wel. Maar het is gewoon, ja, dat overvalt me heel erg. Ik had het niet verwacht. Nee, nee, hartstikke tof. Samen in de tuin aan het werk. Ja. Nou, dat was even geleden. Inmiddels zijn ze hier in de studio. Een applaus voor de familie van Stijn, graag. Want jullie hebben nog wel een jaar gehad, hè, zo, als je dat allemaal eens terugziet. Ja, best wel, ja. Als je dat nou moet gaan samenvatten op 31 december, wat zeg je dan tegen jezelf? We zijn er goed van afgekomen. Ja. Ja. Is de schrik pas later gekomen, echt? Nee, nee. Nee, op zich... Ja, dus het had ook anders af kunnen lopen. Dus in die zin is het toch heel positief geweest dat het zo gelopen is, zeg maar. Ja. Ja. Dan krijg je een aantal leuke dagen uit. Is dat niet een beetje angst ook geworden? Van ja, het is toch een dagje uit wat ervoor gezorgd heeft dat je nu hier terecht bent gekomen? Nee, dit is eigenlijk gewoon hartstikke leuk geweest. Zo, ja, het ongeluk was natuurlijk niet zo mooi, maar... Ja, wat ik al zei, je bent er gewoon heel goed van afgekomen. En het had wel anders af kunnen lopen. En nu gaan we gewoon een paar leuke dagen van maken. Ja, wanneer ga je voor de eerste keer weg? Ja, ik denk dat de Winter Efteling, dat gaan we denk ik het eerste doen. Wanneer weet ik, moet gewoon even plannen.
Maar dat wordt denk ik wel het eerste ding, ja. Het is nou zo... Daar hadden we afgesproken, hè, dat jullie gingen huilen dan, hè? Oh. Nou. Topacteurs, die van Steins. Ja. Zo maak je namelijk kersttelevisie. Ja. Huh? Ja. We gaan eens even kijken bij de kerstbomen hier. En als u goed kijkt wat een totaal verschillende kerstbomen hier staan. Dat is wel erg leuk om te zien. De een heel weelderig, de ander heel eenvoudig. Ik wil eigenlijk wel een applausje voor de makers. Heel mooi. Om maar eens hier te beginnen. Ik zou zeggen, wauw. En volgens mij moet het licht nog aan, hè? Ja, ik wou dat als verrassing houden. Zal ik maar aan doen? Ja, doe maar. Eens even kijken. 1, 2. Oh. Kijk. Ja, geweldig. Ja, wil je er iets over vertellen? Ik zie bloemen, nog meer bloemen. Nou, dit is natuurlijk helemaal geweldig. Ja, nou eigenlijk wat ik hier heb gedaan is, ik heb een trend. Dat zijn de kersthuisjes. Die heb ik gecombineerd in de kerstboom. Ja. Normaal bouwen mensen hele grote dorpen. En dat is echt een hele grote hype. Maar omdat we hier dus waren in het Openluchtmuseum, dacht ik van, nou, ik ga een kerstboom maken die een beetje wilderig is. Rijk, warm. En erin ga ik het dorpje maken. Dat je toch een beetje dat kerstgevoel krijgt, die nostalgie. Maar wel met de rijke weldaad van de kerst. Ja, heel, heel, heel erg mooi. Zou je zoiets thuis op neerzetten? Het zou in principe wel kunnen. Als ik kinderen had, zou ik dat zeker doen. Want ik vind die huisjes heel erg leuk bij kinderen. En wat ik zelf zeker zou doen, is zoiets als wat ik hier bovenin heb gedaan. Ik vind de standaard piek altijd een beetje saai. Ja. Ik hou ervan om dingen een beetje te gaan via persoonlijk, je eigen touch. En dan heb ik gedaan in het midden van die bloemen in, bovenin. Ja. Dat kan je doen met deze zijde bloemen, dat kan je doen door middel van takken. Ja. Ik zag dat de buren het hebben gedaan met papier mache piek. Ja. Ja. Maar dat is juist het leuke, met standaard artikelen toch een beetje een persoonlijke boom heel mooi maken. Vindt u hem mooi? Mooi, hè? Ja. Leuk, dankjewel. Ja, dit hadden we al een beetje gezien. Heel simpel, heel eenvoudig, heel basic. Jullie hebben er nog het een en ander onder gedrapeerd. Ja, nog een beetje glamour hebben wij ook erbij, hoor. Oh ja, we hebben hier... Ja, oh, heel mooi. Ons kerststuk we hebben hier, een wolf, wat is het, een hond? Ja, dit is gewoon het sprookjesbos eigenlijk. Oké. Hier allemaal sprookjesbeesten en rood kapje, daar is een rood kapje. En hier is het sprookjeshuis. Ja, hartstikke leuk. Ja, ook gewoon hartstikke leuk, toch? Alleen, ja, ik bedoel, hier moet je ook komen. Ja, ik wil ook krijg je. Ja. Ook nog met, zeg maar, nep cadeautjes onder de boom. Ja. We kunnen dan op kerstavond de echte cadeautjes. Zullen we ook even naar jullie tafel gaan kijken? Ja, als jullie er even achter kruipen, zitten wij het kerststuk hier weer een beetje overeind. De bedoeling is wel dat dit soort dingen natuurlijk gewoon op de kersttafel blijven staan. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Vertel even wat jullie hebben liggen hier. We hebben gedecoreerde borden uit de kringloop. En we hebben servetmouwen. Ik ga ze even laten zien. Die hebben oude borden gekocht, zelf opgeknapt en gedecoreerd. Hartstikke leuk. Wat nog meer? Servetmouwen, dus dan kun je gewoon lekker aandoen. Dit dan, is dus ideaal voor kinderen. Oh, dat is leuk. Kijk, die mogen hier nooit hun mond afvegen aan de kleren. Maar met deze mag je de hele tijd gewoon vegen. En je ziet er gewoon allemaal hartstikke netjes uit. Dit is een oud overhemd. Ja, mouwen afknippen. Afknippen, even omzomen en... Geweldig, en het smeren maar. Ja, precies. Hartstikke leuk. Nou, dit idee en andere ideetjes zien we dus in jullie boek. Ja. Hartstikke leuk om even te zien. Dank jullie wel. Oké, bedankt. Inmiddels is hier een ravage aangericht met van allerlei oplos chocolademelken. Ja, ja. Viel het mee over het algemeen? Jawel. Jawel. Ja. Ja? Wat was het te doen? Nou, pa niet, maar pa weer wel. Ja, ja. En Willem, je hebt er een lekkere uitgehaald wel? Voorzien. Ja. Twee. Twee. De rest, helemaal niks. Nou, helemaal niks. Van 6-1. En de juryvoorzitter zit er klaar voor. We waren het heel duidelijk eens eigenlijk. Degene wie we het minst lekker vonden en wie we het allerlekkerst vonden, kwamen gelijk uit. Maar B is als laatste geëindigd. Bella Rom van de Lidl. En die moet je aanmengen met melk. Dat zeg ik er iedere keer maar bij. Er zijn een paar water en er zijn een paar melkaanleggers. Op 5? Op 5 hebben we C. C, dat is de Nestlé. Voor 2,70. En met water aanlengen. Ja. Op 4? De D. De D. De Benko, onder andere te koop bij de C1000 en de Plus. Met melk aanlengen voor 1,69, 400 gram. Op 3? E. E. Het huismerk van Albert Heijn. Voor 1,29 met melk. Op 2. F. F. De Nestlé Nesquik. De hele oude. Van 1,50 met melk aanlengen. En dan komen we bij de nummer 1. Ja, die vonden we allemaal duidelijk het beste van deze. Wat was daar nou zo goed aan dan? Het zat de meeste cacao smaak aan. Ja, en chocoladesmaak. Niet te zoet, gewoon... Ja. Nou,
lekker te doen. Ja. Ja. Je moet hem zelfs aanlengen met water, dus wat dat betreft is het ook geen melk. Ja. Wat denk je dat het is? Ja. Ik zou het niet durven zeggen. Dat, Dan gaat u thuis maar lekker zitten knikken, zie je wel. Aldi. Dacht ik al. Park, huismerk Aldi. 1,89 voor 400 gram. Ja. En dat was dus lekker stik. Ja, goed. Achterbuiste. Naar deze kant, www.omroepgelderland.nl. Even doorklikken naar Hallo Gelderland, naar onze testafdeling. Ja. Ja, we gaan afsluiten aan deze fantastische kersttafel die er heel mooi uitziet. En het wordt alleen nog maar mooier, want hier komt de kok met dat wat hij heeft gemaakt. Dan moet ik even het servetje natuurlijk, want zo hoort dat. Oh, geweldig. En het ziet er ook prachtig uit en het ruikt heerlijk. Wil je daar iets over zeggen? Wat ligt hier? Dit is gestoofde varkensnek met hete bliksem. En de saus van het bier en de stroop waarin die gekookt is. Ja, echt oud-Hollands. Oud-Hollands. Maar prima te serveren met de kerst. Zeker weten, ja. En heb je het een naam gegeven? Gestoofde varkensnek. Gestoofde winterbier varkensnek. En stroop. Ja. Heerlijk ziet het eruit. Dan mag wel een applausje voor de kok, hoor, wat mij betreft. Dankjewel. Eet smakelijk. Rob, volgens mij moet je er ook maar eens even bij komen. Want wij gaan lekker eten. Rob kan dat ook heel erg goed. Dit was Hallo Gelderland voor 2008. We hebben een hele mooie reeks uitzendingen gemaakt vanuit de provincie. En vanaf februari zijn we er weer in het nieuwe jaar vanuit de studio in Arnhem. En ook dan gaan we weer een mooi consumentenprogramma maken. Ja, vandaag gaan we afsluiten in stijl met het koor Sounding. U hoorde ze al eerder, ze gaan weer een prachtig kerstnummer spelen. En op het ijs ziet u dan schaatsrijders van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders. Ik wens u een hele mooie decembermaand nog en alvast een heel goed begin. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor mij. Allerbeste wensen vast voor het komend jaar. En Rob, nou we hier toch zo aan tafel zitten. We hebben natuurlijk ontzettend veel mailtjes gehad van mensen die zeggen... kan die Rob niet eens een beetje fatsoenlijk eten? Die zit altijd met zijn vingers erin en... En nou zit hier Gerard aan tafel. Die geeft workshops met hoe je etiketten, hoe je etiketten keurig volgens de etiketten eet. Dus ik wou eigenlijk vragen of je hem eens wil leren netjes eten. Gaan we doen. Dus het komt helemaal goed. Volgend jaar gaat hij niet meer graaien, als het goed is. Ik wens u nog een hele fijne feestdagen. En heel graag tot volgend jaar. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding, now bring us a figgy pudding, now bring us a figgy pudding and bring some out here. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding, we all like figgy pudding, we all like figgy pudding, so bring some out here. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we won't go until we got some. We won't go until we got some. We won't go until we got some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Toen